Goedemorgen vanuit. Hoe noemt dat weer? Ludwigsburg. Goedemorgen moeten we zeggen. Goedemorgen. We zijn net wakker, het is 10 of zo nu. Allee, 8:10. wakker, klaargemaakt, gedoucht Kwart na en 10. alles. Ja. Time to hit the city, hè? Yes. Allee, ik weet niet of het een grote city is hier, maar dat te Ja, zien ik niet echt. denk niet hier, maar hier is wel een grote city. Oké, dus Oké. pakken we nu de. Oh, we gaan eerst ontbijten. Ja, ik weet niet. Dan pakken we de Eerst auto en dan gaan we ontbijten. zoeken naar wat er in de buurt is. Ja, bij Sam Kuhlmans ontbijten. Ja, is goed. Daar tegenover zie ik iets. Dan noemt Sam. Oké. Oké, Let's let's go. go. Kijk eens hoe goed mijn schatje eruit ziet. Ziet er Zo super goed uit. herfstig. Ja? Ja. Ik ga hem eruit halen. Oké, mooi. Ik vind die blouse heel mooi. Even de details geven. Ja. Dus. Wacht. Ja, mooi. Schatje, goede uitleg. Amai, sorry, ik was me even verstikken. Maar mijn golf is totally toe. Ik vrees dat die uitverkocht is, sorry. Mijn blouseje is de Pretty Girl top van Totally Too. Mijn broek is mijn favoriet. De disco pants van American Apparel. En mijn botjes zijn de Rock You botjes van Totally True. Heel mooi. Nieuw. De botjes niet, de Nee. golf wel. Het bloesje gaat er niet meer zijn. De botjes zijn er wel nog in een paar maten, denk ik. Alright. En de golf, als je geluk hebt misschien, als jullie snel zijn, dan kan het zijn dat die er nog is. En ik vind dat Sam ook zijn outfit details moet doen, want hij ziet er ook super goed uit. Smooth! Ja, heel mooi. American Eagle. Ja, American. Light Air Force One. Van de vorige was van de interieur. En met de broekzaal opgedraaid. Looking good, baby. Oké, kom, we gaan hem thuis zitten. Ja. Let's go! Oké, we zitten nu in een Duitse bakkerij. As you can see, daar is de bakkerij en hier zitten allemaal bommetjes en pompatjes. Zo een oud zaakje, maar wel keischattig. En Sam heeft eitjes op brood met spek en ik heb toast met spek. Allee, spek, wat is dat? Schinken. Schinken, dat is hesp. Oké, en we hebben ook theetjes. Smakelijk, schatje. Bloemetjes gekocht, schatje. Voor mij? Nee, voor mij. Ja, voor uzelf. Ik koop speciaal bloemetjes voor de foto's, hè. Ja. Instagram live. Als nu geen mooie foto is, dan weet ik het niet zo. Wel, die gaan wel overleven tot thuis, dus dat is ook wel leuk. Ja, dat is wel goed. Er zijn zo gedrogen, de bloemetjes mee. Ja. En ze moeten daar, bij dat huisje. Oké. We zitten nu op de markt en hier kunnen we pompoensoep eten, maar ik vrees dat dat heel lekker romig is. Ja, maar je weet dat niet. Sam kende ook niet het verschil tussen gewone boter en goede boter, dus daar ga ik niet op afgaan. Maar ik heb alles sinds een kava genomen en Sam heeft soep, dus... Op een schaal van 0 tot 10, hoe excited zijt je? Weer 15. Nee, 13. 13? Ja, we hebben net niet heel veel pompoenen gezien. Kerstmis, maar. We hebben net een kei heel veel pompoenen. Pompoenfestival, hè? Ja. We gaan daar nu naartoe. We gaan eerst een kaartje kopen en ze hebben daar de grootste pompoen ter wereld. Ter wereld. Mijn bloemen zijn aan het opengaan.
En keiveel pompoenen en keiveel te doen met pompoenen, zoals koekjes en soep en ja, al die toestanden. Nu, we hebben zo'n stukje er over de omheining uitgezien, dat zag er keischiek uit. En mensen hebben een kroontje met pompoenen. Ja, dat gaan we nu vragen. Hè. Ja. Ik ga nu kaartjes kopen en dan let's go in het. Kleine sneak peek, daar is het allemaal, daar gaan we nu naartoe. Hè. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook een beetje excited ben. Ja. Ik heb wel keiveel chique auto's gezien. Oh, echt waar, de hele tijd zo. Oh. Ja, dat is en dan chique. Denk ik, oh my god, er is iets kei chique te zien. En dan is er zo'n auto. Ja, zeg, hier rijden keiveel. Ik heb een M5 rondrijden aan GGTR, 3 Audi R8. Ja, wel. Echt chique. Echt chique. Oké, okay, we zullen maar ons focussen op het pompoenen festival, zeker. Veel tof. Rapunzel is er ook. Oh, je ziet het niet te goed. Daar laat haar staart hangen uit de toren. Oh. Ze gaat omhoog. Ja. Ja. Oh ja, ze gaat omhoog. Oh. Yummy, we gaan nu eten. We hebben vegan pompoensoep. Met pompoenzaadjes. Met pompoenzaadjes. Wauw, ik dacht wel zeker dat je dat... Die pompoen prosecco die hier naast ons hebben ging meebrengen voor mij als verrassing. Ja. Lap, hè. Sorry. Wil ik wel eens proeven. Ik ga zelfs zo'n flesje meenemen voor strak of zo. En Sam heeft rijst met pompoen en groentjes. En we hebben cola om te drinken. Smakelijk. Ja, terug van het pompoenenfestival was echt chic. Ik was echt onder de indruk eigenlijk wel. Ja, was wel cool. Was chiquer dan ik verwacht had. Maar we hebben goed nieuws, want het was zo leuk dat we gewoon terug gaan. Ja. Ja. Thalisa heeft een foutje gemaakt, hè. Ik heb, ik denk geschat, 200 mooie foto's gemaakt. Mm-hmm. Van haar, zeker. Heel mooie foto's. Maar allemaal met dezelfde outfit. En dat gaat niet, hè. En ik heb nog 2 andere outfits wat ik nu aan heb. En ik heb nog eentje extra bij. Mm-hmm. En daar wil ik ook nog foto's mee. Ah ja, dus. Dus we gaan moeten terug. Moeten we terug gaan, terug in komen betalen en gaan terug erover wandelen. Want we moeten nog meer foto's. Oh god. Is dat echt een speciaal geval? Dat is niet waar, dat is mijn job. Maar ik goed, moet foto's maken. Maar goed dat ik van jou hou, anders zou ik. Nee. Nee. Het was toch leuk, dus. Ja, het was leuk, maar om buiten te komen en terug opnieuw te gaan draaien. Ja, dus we gaan nog een keer. Oh, jee. Outfit nummer 1. Zet je er klaar voor? Ja. Hoeveel heb je erbij in totaal? Ik heb hier 3 trui nog op en dan nog 1 outfit, dus... Dat is nu niet goed, is dat? We zijn wel laat langs een andere ingang, is ook wel chique hier. Ja, dus dit al wel Regelplein. Nee. We hebben wel iets nieuws gezien. Even laten liggen, hè.
foto's zijn gemaakt. Ja, yep. Na twee uur. Dit was mijn derde outfit trouwens. Nu heb ik wel genoeg foto's om te posten. Voor ja, de hoop tijd. Ik, ja. Voor de hele herfst. Nee, winter. Nee, winter. En we hebben ook nog een pompoentje gekocht. Klein zo. Cute. Ah, ik moet nog pipi doen. Ja. We gaan pipi doen en dan gaan we naar huis. Time to go home. We hebben nog een quick snackje. Jij hebt een Spirelli. Spirello. Spirello. Ah ja, oké. Okay. Het ziet er lekker uit. Ja, lekker. Patatje. Ja. Ik heb een crepe. Ik heb crepe. Crepe. Crepe met kak. Met Nutella. Grappig. Oh. Staan we staan hierin, ja. Oké, let's go home. Let's go home. Als ik hieruit geraak zonder bruine vlekken op mijn t-shirt, dan is dat mijn wonder. Samen vol met choco. Kijk naar mijn combinatie van mijn kleren. Wauw. Stylish. Maar niet uit, ik zit dit toch in de auto. But. Mijn is wel echt zo iets te hard gebakken. Ja. Hm, echt chips. Denk je dat dat vaak zo nog zacht zo wel van binnen? Ja. Ja, maar dit niet. Dat eet echt heel gemakkelijk. Ja, ik zie het van mij. We moeten trouwens 4 uur en 28 minuten rijden. Dat wil zeggen dat we om 9:45 thuis zijn. En met alles we door stoppen. Ja. Het zal wel weer 11 uur, 11 uur zo zijn. Zo. 11 uur, half 12, zoals gisteren. Maar ja, we got time. We got time. No stress. And we got the spirit. Spirit is with us. I did it! Hebben we het overleefd? I fucking did it! Niks op zijn t-shirt zal, hè. Maar wel op zijn broek. Wel op zijn broek. Ja, maar de uitdaging was niet op mijn t-shirt. Goed dus gedaan. En zijn je zeker? Nee. Oh, ik heb niks. Jawel, er is een beetje iets. Nee, dat is. Maar dat kan ook wel iets anders zijn. Kak. Van daar straks op de wc. Ja. Jij en je kak. Ja, zeg. Vettig manneke. Iedereen kakt, oké. Kom, we gaan weer trekken. Goed? We gaan vertrekken, hè. Mensen buiten zijn raar aan het kijken. Ja, we zijn de hele dag buiten geweest. Doe normaal. Oh, kom, we gaan vertrekken. Ja, let's go. Off to Belgium. We go. Zoals je kunt zien. Gisteren ook al. En vandaag opnieuw. Sam heeft chicken nuggets. En ja. Ik heb Whoppermenu. We moeten nog 3,5 uur rijden. We hebben een uur in de file gestaan. Oh god. We hebben een uur in de file gestaan. Ja. Inderdaad. Dus ja, het zal een beetje. Nee. En nu gaan we verder rijden. Yo. 6 hours later. We zijn thuis. Oh yeah. Oh yeah. Na 5 uur rijden. Zeker. We zijn bij. Ging niet bijna. Bij deze. Bij de snulleke. Zit hier nu hangen. You love me. Ik ben blij dat we terug zijn, schat. Knuffeltjes. Die pakt hij echt zo vast. Ja. En nu doet hij hem weg. Dat is goed geweest. Wilt je niet meer? Oh. En zo blij dat ik terug bij de katjes ben. Het was wel heel leuk. Heb je mij ook gemist, Milksje? Oh. Heb jij mij ook gemist, Milksje?
Nee? Heb je me gemist? Milky. Milky denkt, laat me gewoon gaan. En de derde, die laat zich niet pakken. Waar is die? Ik zie de grijze muis bijna niet op de mat. Oké, nee. Ze zijn actief. Laat me niet pakken. Oh, dan heb ik weer kattenhaar. Wij gaan denk ik ons klaarmaken en slapen. Hoe laat is het? Het is 11 uur. Oh, het mag wel mee, hè. Ja, maar we gaan ons klaarmaken. Koffer misschien snel uitpakken. En dan gaan we slapen. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Als jullie dit een leuke video vonden. Als jullie dit een leuke video vonden, dan geef ons dan even een thumbs up. Thumbs up. Gewoon hieronder klikken op dat duimpje zo. Want dat helpt ons echt wel heel hard. Hè. Ja. Dat het zorgt ervoor dat onze video's beter worden. En als onze video's beter worden, gaan we meer video's maken. Dus thumbs up. Thumbs up. Wij zien jullie heel graag terug. Morgen!